Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Huub en dit is het weekoverzicht. Roller is Uit is een stichting dat busvervoer verzorgt voor mobiel gehandicapten. Een bijzonder initiatief dat na 32 jaar tegen problemen aanloopt. De overheid heeft namelijk bepaald dat zijn vrijwillige buschauffeurs nu moeten gaan betalen. Roller is Uit is een organisatie die vervoer regelt voor minder draagkrachtige gehandicapten. Lichamelijk, geestelijk. En wij stellen daar een bus beschikbaar voor. Zodat mensen in Midden- en West-Brabant overal naartoe kunnen rijden. Dus worden ook uitjes georganiseerd van jullie of is het echt alleen het vervoer? Wij regelen in principe alleen het vervoer. Dat is onze core business. Het zou misschien één keer in het jaar voor kunnen komen dat we adviesje geven. Maar normaliter rijden wij alleen het vervoer, regelen wij alleen het vervoer. Vrijwilligers is de belangrijkste basis van deze stichting. We hebben 45 man, die zijn allemaal 100% vrijwilligers. En zonder vrijwilligers zouden wij dit niet kunnen doen. Te meer omdat wij eigenlijk voor niks zouden willen rijden, maar dat gaat niet. En zodoende hebben wij dus een kleine bijdrage, vragen we aan de instellingen om een uitje te maken. En dat zal echt allemaal met vrijwilligers moeten gebeuren. Waarom denkt u dat de regering heeft bepaald dat Roller is Uit hun buschauffeurs moet gaan betalen? Ik denk dat de overheid het niet 100% gerealiseerd heeft wat er gebeurt. Maar wij zijn van mening dat wij een uitzonderingspositie zijn. We bestaan al 32 jaar en door die 32 jaar hebben wij een bepaalde basis gelegd om dit te mogen kunnen doen. En als wij dat niet meer zouden kunnen doen, dan lijden natuurlijk die mensen heel veel onder. Er werd ook gesproken dat dat deze organisatie zou concurreren met andere busvaartmaatschappijen. Klopt dit in uw ogen? Nee, ik denk niet dat dat klopt. Want wij rijden ritjes tegen wat goedkoper tarief, natuurlijk, dat is zo, maar wij zijn geen concurrenten. Wij hebben onze bussen permanent ingericht voor rolstoelvervoer. Er staan geen stoelen in waar de rolstoelen staan, die komen er ook nooit in, die hebben we niet. En wij rijden echt voor onze doelgroep. We rijden niet voor een voetbalclub of een andere soort vereniging. Wij zijn niet uniek, wij zijn een vrijwilligersorganisatie, een stichting, een ambustatus. Wij hebben alles wat we nodig hebben. Wij hebben 3 mooie bussen, daar willen we onze ritjes mee rijden voor onze doelgroep. En wij zijn geen concurrenten van de busondernemers. Zoals sommigen van jullie misschien al weten, is de bij aan het uitsterven. Een hele sombere ontwikkeling. Imker Aad Rietveld vertelt u wat u kan doen om dit tegen te gaan. Ik ben Aad Rietveld en ik ben imker. En ik ben voorzitter van het Breda's Bijenhouderscollectief. Behalve met honingbijen houden we ons ook bezig met solitaire bijen, met in het wild levende bijen. We horen inderdaad de laatste tijd heel veel in het nieuws dat het heel slecht gaat met de bijenpopulatie. Dat is ook zo. Ik zou zelfs willen zeggen dat het dramatisch slecht gaat met de bijenpopulatie. Als je bedenkt dat bijen zorgen voor de bestuiving, hè, van onze cultuurgewassen, de appels en de peren, hè, als belangrijkste voorbeeld. Maar dat ze ook zorgen voor bestuiving in de natuur en dat ze dus zorgen voor bessen aan struiken die weer door vogels gegeten worden, nou enzovoorts enzovoorts, dan kan je dus zeggen dat het heel erg slecht gaat met de natuur als dit zo doorgaat. Er zijn onderzoeken die zeggen dat 75% van het aantal insecten verdwenen is. Maar dat kan je om je heen zien. Als jij met de auto over de weg rijdt, heb je nooit meer een vuile raam van insecten die daarop zitten. Terwijl ik je kan verzekeren dat 30 jaar geleden moest je je raam goed schoonmaken, want dan zat het vol met dode insecten. Bijen bijvoorbeeld hebben allemaal stuifmeel en nectar nodig. Nou, als je nou bekijkt hoeveel bloemen er eigenlijk nog zijn, vooral in het buitengebied, dan is dat bedroevend weinig. Als je bedenkt dat een honingbijenvolk om te overleven 60 kilo honing per jaar nodig heeft, dan zijn dat natuurlijk gigantische aantallen. Nou, dat halen ze nauwelijks meer in de natuur. En daar heb ik het nog niet over die in het wild levende bijen die ook stuifmeel en nectar nodig hebben.
Wij geven als Breda's Bijouders Collectief heel veel lezingen en voorlichting op scholen en allerlei andere groepen. En dan gaat het er maar om dat je natuurlijk kan zeggen, het gaat slecht met de natuur en het gaat slecht met de bijen. En vervolgens achterover kan leunen en weer verder kan gaan met televisie kijken. Je kan ook zeggen, ik ga er zelf iets van doen. Haal een steen uit je tuin en zet daar een boompje neer waar bloesem aan aankomen. Haal het liefst alle stenen uit je tuin en zet het helemaal vol met bloemen, met planten die goed zijn voor insecten. Bedenk dus wat goede bijenplanten zijn. En wat in het voorjaar heel erg belangrijk, maar ook heel erg mooi is, zijn bloembolletjes. Dat is even mooi als rozen en dahlia's die helemaal vol doorgekweekt zijn. En zo kunnen we allemaal een klein beetje helpen. Niet achterover leunen, maar vooral zelf iets doen. Basisschool Het Noorderlicht kreeg deze week door wethouder Boas Adank het Brabants Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Een label wat inhoudt dat de school een nieuwe lesmethode heeft ingesteld om kinderen bewust te maken van de verkeersveiligheid, zodat ze ten alle tijde safe kunnen deelnemen aan het verkeer. Nou, we staan hier op basisschool Noorderlicht en die hebben met een aantal vereisten hebben zij voldaan aan het label en hebben om die reden ook het label gekregen. Wat moet de school doen om dit label te krijgen? Nou, ze moeten een aantal voorwaarden moeten ze voldoen. Noorderlicht heeft voldaan aan die voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ze moeten een aantal lessen gegeven hebben. Ze moeten hebben laten zien dat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Nou, en om die reden hebben ze dus het label ook gekregen. Merk je dat het veiliger is in deze omgeving na deze lessen? Nou, ik weet niet precies of het veiliger is geworden in de omgeving van de basisschool Het Noorderlicht. Maar je merkt wel dat mensen bewust zijn van het feit dat ze zich veilig moeten gedragen in de omgeving. Dus alle kinderen hebben ook fietsles gehad en weten dus ook waar ze op moeten letten als ze in het verkeer zitten. Ja, ik vind het enorm belangrijk dat we bewust zijn van het feit dat verkeersveiligheid echt onderdeel is van onze samenleving. Want elke keer als ik weer hoor dat kinderen betrokken zijn bij een ongeluk, dan draait mijn maag eigenlijk gewoon om. Dus ik word geïnspireerd door het feit dat we elke dag weer bezig zijn met het voorkomen van ongelukken. En zo'n verkeerslabel helpt daar heel erg bij. Ook ouders zetten zich in voor de verkeersveiligheid. Op wat voor manier? De ouders zijn ontzettend belangrijk bij verkeersveiligheid. Die moeten het goede voorbeeld geven. Vaak zijn ouders zich daar niet bewust van. Je steekt zomaar gewoon een keertje over, hè, zonder te kijken. Dat doen kinderen na. Dus het is als ouder ook zeker belangrijk om gewoon het goede voorbeeld te geven. En daarmee krijgen we echt een veiligere omgeving. Nou, dit betekent heel veel. We zijn daar natuurlijk heel erg trots op. Alle inspanningen die zijn gedaan, een stukje bewustwording. Vooral de trotsheid die we hebben nu. Over het algemeen zijn kinderen wel heel enthousiast. Zeker als je ook kijkt op het kleuterplein, waar kinderen ook met een parcours werken. Die vinden dat geweldig. Ze vragen daarom. En in de midden- en bovenbouw ook. Juist door de bewustwording hoe belangrijk dat het is. En wat maakt deze lessen anders dan andere lessen? Deze lessen krijgen daardoor wat meer betekenis voor kinderen. En als lessen betekenisvol zijn, dan zie je ook een betrokkenheid bij kinderen. Ik vond het net wel heel mooi dat een van de kinderen die de microfoon voor zich kreeg, zei van een kind uit groep 1-2. Toen ik iets zei over dat mobieltje, van dat mag helemaal niet, een mobieltje. En denk van nou, oké, dat vind ik prima als ik dat hoor, dat een kind uit groep 1-2 dat zegt. Dat is wel een stukje bewustwording, denk ik. En daar begint het. Dus je merkt al dat het beter gaat? Ja, beter. Ik heb natuurlijk geen harde cijfers, maar dit vind ik een heel goed uitgangspunt, ja. Afgelopen donderdag stond geheel in het teken van liefde. Ik ging de straat op om te vragen voor wie de Bredana dit jaar wat speciaals wilde doen voor Valentijnsdag. De antwoorden die waren echter niet helemaal wat ik me had voorgesteld. Valentijnsdag staat weer voor de deur. De dag om iets voor je geliefde te doen. En wij zijn hier in de binnenstad om de Bredanaars te vragen wat hun plannen zijn. Nou, Valentijnsdag staat weer voor de deur. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, meneer. Gaat u nog wat speciaals doen? Nee, wij, net als Moederdag en Vaderdag, wij doen aan al die dingen eigenlijk heel weinig. Ik ga eigenlijk niks speciaals doen. Nou, ik ga wel voor mensen wat doen, want ik moet werken. Dus dan ga ik mensen bedienen op Valentijnsdag. Okay. Heeft u, maar als u toch iemand zou moeten kiezen, voor wie zou dat dan zijn? Wel voor mijn vriend, maar we gaan niks doen verder. Ik
doe eigenlijk nooit aan Valentijn. Oké, maar heeft u wel bepaalde andere momenten dat u iets speciaal doet voor uw man of voor uw vriend? Nou ja, verjaardagen. Maar, en voor de kinderen koop ik meestal, want ik zeg wel eigenlijk ik doe niks, maar meestal koop ik iets heel kleins. Ik ben niet zo romantisch. Ik ben bang voor niemand. En ik kan ook werken. Okay, heeft u ook niemand op het ogen van u denken van, die zou ik wel in het zonnetje willen zetten? Wel iemand die ik in het zonnetje zou kunnen zetten, maar die is ook aan het werk, dus ja. Zou die daar misschien een boodschap voor doen, misschien dat ze het wel ziet? Die weet ervan. Jij? Ik heb wel voor een paar vriendinnen Valentijnskaarten gekocht, omdat hun net gedumpt zijn of uit huis moesten. Dus ik dacht, oké, dan geef ik ze iets leuks op Valentijn. Een beetje troosten, zeg maar. Wacht je zelf ook nog iets te krijgen? Nee. Ik ga eigenlijk niks speciaals doen met Valentijn. Heeft u wel iemand op het oog voor wie je wel dan, als het zou moeten, iets speciaals zou willen doen? Jazeker, voor mijn vriend. Maar wij doen eigenlijk niks speciaals. Eigenlijk voor niemand, want ik vind Valentijnsdag eigenlijk een heel commercieel verhaal. Dus ik denk als je een beetje romantiek moet hebben, denk ik dat je 365 dagen per jaar romantiek moet hebben. Dus u doet gewoon wat romantisch wanneer u vindt dat het er tijd voor is? Ja, dat doen we heel graag en heel veel. Nee, uit eten. Ja, liefde gaat door de maag toch? Ja, precies. Goed als bij een man hoor. Ik heb al wel even gekeken hoe het zit met de parfums in haar kast. Er mag wel weer wat bij, maar ik weet dat mijn vrouw meer is van laat ik eerst al het spul maar eens opmaken voordat er een nieuwe moet komen. Dit was het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.